En die kent Marit door en door. En ik ben heel blij dat hij mij daarin heeft geholpen. Dus dat is heel belangrijk. Roelof kan veel beter zeilen dan ik. En kan het Marit ook veel beter vertellen. En dan liggen ze na, dan sparen ze een stukje. En dan liggen ze naast elkaar. En dan gaan ze praten. En nou, dan opeens, hupsakee, Marit weer een stukje harder. Dus dat is belangrijk. En als derde, Roelof kan heel goed koffie drinken met mij. En dat is belangrijk, want je moet bedenken, we zitten 3 weken in Rio en we doen daar trainen. En iedere dag doen we nog wel de goede dingen. Wat doet de concurrentie? Moeten we niet anders? Moeten we niet harder trainen? Moeten we niet minder hard trainen? Hoe is het met Marit? Traint ze niet te hard? 3 trainingen per dag is best veel, al die dingen. En dan praten wij tegen elkaar. En iedere keer komen we er weer uit en dan maken we weer een verder stap. Dus hij is ook nog, laten we zeggen, het geweten van de campagne. Dus dat wil ik zeggen, bij de koning en bij Rutte kreeg ik daar de kans niet voor. Maar Roelof, topper. Hartstikke bedankt, ja.